Harry, we zijn in de Citadel. Daar vindt vandaag voor de tweede keer het opstaptoernooi plaats van de judo. Maar leg me eens uit wat het precies inhoudt. Ja, dat klopt. Dit is het tweede opstaptoernooi van dit jaar. We hebben dat in maart ook gedaan. En het opstaptoernooi dat is eigenlijk voor de beginnende judoka's. Zeg maar de judoka's die een witte band hebben of een gele band, maar nog niet echt met wedstrijdtoernooien mee hebben gedaan. Beginnende judoka's zijn vaak een klein beetje zenuwachtig voor de eerste wedstrijden. En dan is zo'n toernooi waar niet de echte wedstrijd judoka's aan meedoen, dat is dan wat geschikter voor de jongens. Dan kunnen ze eigenlijk een beetje wennen aan het wat er allemaal komen gaat. Dat klopt, dan kunnen ze inderdaad een beetje wennen aan wat nog komen gaat. Dan kunnen ze zich een klein beetje wennen aan hoe een wedstrijd in zijn werk gaat, hoe de puntentelling gaat, hoe je met de scheidsrechter om moet gaan en ja, wat de scheidsrechter allemaal precies tegen je zegt. Hoe je van de mat af moet gaan, hoe je moet groeten. En het hele wedstrijdgebeuren leren ze dan een klein beetje zonder dat ze echt binnen 12 seconden zeg maar, verliezen van de tegenstander. Oké, okay. Want ja, jullie zijn hier dus in het begin van het jaar mee begonnen, in maart was dat. Maar het is dus een groot succes. Maar is dit uniek in Nederland of komt het er op meerdere plekken voor? Nee, dit is niet uniek in Nederland, dit komt op veel meer plaatsen voor. Voor ons was het eigenlijk wel nieuw, want wij hebben heel vaak meegedaan met onze judoka's aan beginnerstoernooien in bijvoorbeeld Slagharen. Daar hebben ze oefentoernooien in 1, 2 of 3 keer. En dat is ook leuk voor beginnende judoka's. En wij hebben eigenlijk dit jaar voor het eerst besloten van laten wij dat nou ook eens proberen. Eens kijken of daar genoeg animo voor is in de regio en of dat ook aanslaat. Nou, dat bleek echt een groot succes te zijn. En ook voor de vrijwilligers is het hartstikke leuk om ja, de beginnende judoka's aan het werk te zien op de mat. Nou, dat kun je zien, want het publiek is flink aanwezig. Dus veel plezier en daar gaat het ook om, hè? Ja, het gaat zeker. Je ziet er dan de scheidsrechters ook, die zijn wat gemakkelijker. Die straffen niet of nauwelijks. Die leggen netjes de judoka's uit van nee, je doet het verkeerd, je moet het zo doen. En inderdaad, het publiek vindt dat ook mooi. Ze zitten met twee van die matten zo lekker dichtbij. Ze kunnen alles goed zien. Het is allemaal een klein beetje klein gehouden. Gemoedelijk, inderdaad. Ja, knusjes. Ja, knusjes. Maar Harry, voor meer informatie van jullie vereniging, waar kun je dan naartoe? Je kunt bij ons op de website natuurlijk kijken voor meer informatie. En het is natuurlijk altijd raadzaam om eens langs te komen. Op de donderdagavond van 16:45 tot 17:45. Dan is de les eigenlijk voor de beginners. En dan met name het eerste uur voor de echte kleintjes, de echte beginners. En de iets oudere beginners of de wat langere gevorderde beginners, zeg maar, die al een half jaar of een jaar heen gaan, dan is het meer van 16:45 tot 17:15. En ik denk dat dat geschikt is voor iedereen om eens een keer langs te komen, om te kijken van, hey, lijkt judo wat? Is dat wat voor mij? Hier in de Citadel? In de Citadel. Elke donderdag. Elke donderdag? Elke donderdag.